Goedemorgen, het is Vlogmas dag 7. Weer lekker mijn kersttrui aan, want die zit gewoon lekker en die is gewoon super beautiful. En ik ga mijn adventkalender openmaken. Dit is dag 7, dus we gaan ook dag 7 openmaken, obviously. Ja hoor. Lekker. Ik ga zo dit broodje in de oven doen. Het is een kaasbroodje met echt heel veel andere lekkere dingen. Dus I'm quite excited for that. Het is best wel zielig, want bij mijn vader echt, ik leef op de bank. Naast mijn broodje ga ik ook lekker bananenpullenkoekjes maken. Dus ik laat je even zien hoe ik dat doe. Pel de banaan en dan snij je hem alvast in stukjes. Breek ik een ei en die doe je erbij. Dit pak je dan door elkaar. En dan wordt het een soort van beslag. En dan kan je dat gewoon in de pan doen met wat olie erbij. Nog een beetje suiker misschien bij dit beslag. Dat is misschien ook wel lekker. Het is gewoon helemaal klaar. Het is handiger om dit met een mixer te doen of zo, dan kan je het gewoon in één keer bij elkaar doen. En het is even handiger om ook je banaan eerst te pakken en daarna je ei erbij te doen. Maar ja, dat was ik even vergeten, dus don't blame me. Olie in de pan en dan laat je het eventjes warm worden. En dan als het olie warm is, dan kan je lekker de pannenkoekjes erbij doen. Dan doe je ze erin en zoals je ziet, ze zijn een beetje brokkelig bij mij. Aangezien het me niet goed lukte om te pureren, omdat ik al eerder bij eieren bij het gedaan. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Na een aantal seconden, halve minuut, een minuut ongeveer, dan kan je ze omdraaien. In ieder geval als het zo goed uitziet. Deze is omgedraaid, maar deze is net iets wat groter. Maar ik ga kijken. Oh. Oké, dat gaat niet goed. Oké, dan gaan we nog een keer proberen. Ik heb er een beetje te veel olie in gedaan, zie ik al. Ja hoor, lekker. Dit is de tweede lading en je zou er eigenlijk meer uit moeten halen. Maar omdat ik dus niet zo goed had gepureerd en zo, krijg ik er maar 4 uit. Maar het maakt niet zoveel uit, want ik heb ook nog die andere, dat andere broodje. Dus ja, oh mijn god, dit lijkt zo lekker. Oh ja, sorry voor echt verschrikkelijk bord, maar... Oh. Als dit niet lekker is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Alvast een klein voorproefje van mijn video van vrijdag. Want ik heb eindelijk klaar met de intro. Ik ben er best blij mee. Dus ik dacht, nou ja, dan laat ik het leuk zien voor de vlog. Het is nu 3:30 en ik heb nu besloten om gewoon eventjes te stoppen met mijn video en gewoon verder gaan met andere dingen die ik moet doen. Want anders blijf ik hier gewoon veel te lang aan zitten en ja, weet je, ook heb ik een deadline. Ik kan het ook altijd nog vanavond afmaken, weet je wel. En mijn surprise, dat is gewoon echt vanavond. Dus ik ga denk ik nu even aan mijn surprise zitten. Ja. Dus ik heb vandaag zo weinig gevlogd, maar ik heb gewoon echt de hele dag hier gezeten en gewoon aan mijn video gewerkt en aan huiswerk gewerkt. Dus ja, ik heb gewoon ook echt helemaal geen tijd gehad om te vloggen. Maar ik ga nu even naar moeder, want daar liggen nog de cadeautjes voor Robin. Aangezien ik haar heb getrokken. Robin is mijn zus en ik kan het nu vertellen, want ze weet het morgen toch wel. Dus ja, ik ga daar eventjes heen. En dan ga ik ook gelijk daar aan mijn surprise werken, want daar ben ik nu al wel een beetje mee begonnen. Maar echt totaal niet ver mee. Dus en ik neem mijn laptop mee, want ik moet nog iets uitprinten en... De printer doet het hier niet. Dat is echt naar. Het doet het alleen met mijn vaders laptop. Maar mijn vader is dus nu naar een show met mijn zus. Dus ja, nou, ik ga dus nu naar moeder. Nou jongens, ik ben lekker helemaal ondergeregend. Yay! Woe! Het was keihard aan het regenen. En ik had ook gewoon karton in mijn tas. Dus hopelijk leeft hij nog een soort van een beetje. En ja, ik ben nu in mijn kamer. Maar het is echt nog een rotzooi omdat al mijn takken van mijn kerstkrans er nog liggen. Dus ja. En mijn lichtjes zijn er afgegaan. Dat vind ik ook heel erg jammer. Maar ik hang het nu allemaal weer op en dan gaan we beginnen aan de surprise. Hey, mijn kerstlichtjes hangen er weer. Woe! Ik word ook vrolijk van de lichtjes, want ze zijn helemaal gekleurd en zo. En toen ik ze kocht, wist ik niet eens dat ze gekleurd waren, maar het stond gewoon op het pakketje. Ik dacht gewoon dat het normale
verlichting was, maar blijkbaar niet. Maar ze waren echt vet goedkoop en ze waren gewoon van de Action. Ik ben er echt heel blij mee. Hey, ik heb mijn kerstlampjes hier ook aan gedaan. Oh, ik word er zo blij van, ja! Ik heb mijn surprise af, maar ik doe dat alsof ik nog lang niet klaar ben. En ook helemaal in trouble zit en zo, omdat ik heel erg lang heb huiswerk gemaakt en zo. En dan geef ik haar zo gewoon alleen een cadeautje zonder surprise erbij. En dan in dat cadeautje, in mijn heel klein verstop, zit dan zo'n briefje van... Kijk daar, en daar staat je surprise. Ik vond het wel grappig. Ik doe altijd dat soort kut dingen met surprises, want dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik ga nu nog eventjes proberen wat te bewerken. En ik ga vast een deel opsturen naar Mediacraft. En dan de rest kan ik hopelijk morgen opsturen, hopelijk. Maar ja, ik ga gewoon het proberen af te krijgen. Ik nog even mijn video gaan bewerken. Doet mijn laptop dit. Ik weet niet dat hij aan het updaten is of zoiets. Ik weet, denk het. Maar ja, ik laat hem gewoon nog een aantal minuten dan doorgaan. Ik kan er niet echt iets doen. Het is best irritant. Maar ja. Het is 9:30. En we beginnen nu pas met Sinterklaas vieren. Oh god. Typisch. We zijn klaar met Sinterklaas vieren en ja, ik filmde het gewoon niet omdat, nou ja, het is gewoon iets wat we met familie doen en dan is het niet zo leuk als ik er dan bij ga filmen. Maar ik wil jullie wel even laten zien wat ik heb gekregen. Ik heb de Gwen Stefani Opiai mini collectie gekregen, die wilde ik heel graag hebben. Aangezien ik nog geen echt goede nagellak had, weet je, ik had wel wat, wat nagellakjes van wat betere merken. Ik wilde gewoon even opfrissen wat er in mijn nagellakcollectie zat en een aantal goede erbij doen en... Ja, deze leek me gewoon heel erg mooi. Aangezien het gewoon mooie donkere winterkleuren waren. En daar hou ik van, draag ik eigenlijk gewoon het hele jaar door, ook in de zomer. En ik heb ook dit kastje gekregen. En het is zo schattig. En het leek me dan heel erg leuk om er dan zo'n klein spiegeltje boven te zetten. En dan kan ik in die bakjes dan misschien... wat dingetjes die ik vaak gebruik. Wenkbrauwen en zo. En dan doe ik er nog een... klein dingetje bij en heb ik een eigen soort van kaptafeltje. Ik vond het zo leuk eruit zien. Echt heel erg schattig. En ik heb hem van mijn vader gekregen. En ik heb ook nog een chocoladeletter gekregen in de letter H. Want ja, alle andere letters waren obviously op. En ja, ik ben gewoon heel erg blij met wat ik heb gekregen. En ja, wij vieren het niet super groot. Omdat we natuurlijk al best oud zijn allemaal. Ik ben de jongste. Maar ja, ik vind het alsnog echt leuke cadeautjes dit jaar. Dus ik ben heel erg blij mee. Ik ga nu slapen en de toestand is best ernstig, want zoals je ziet, ik heb hier twee laptops staan naast elkaar. De ene laptop doet het niet, die is van mij. Ik weet niet wat er mee gebeurd is, maar hij doet het gewoon niet. Hij moet geprikt worden of zo. En dan deze laptop, die is van mijn zus, die doet het wel. Dus het is best zielig, maar ja, ik ga hierop dan nu mijn video proberen te bewerken. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen. Doeg!